Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering 79 hier in Portugal. De ene laatste aflevering van seizoen 5 staat dus op het programma. Kijken of wij ook naar de overwinning kunnen gaan. Verstappen en Leclerc zijn nog bezig met P2. Kijken of dat nog iets spannends gaat opleveren. Hetzelfde geldt voor Albon en Leclerc voor P3. Enzovoort, enzovoort. Maar goed, heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zie je die aflevering verschijnen. Maar ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Hebben eigenlijk alles van de regulatieverandering. Want ja, die komt eraan. Volgend seizoen hebben we eigenlijk allemaal al bevestigd. Oftewel, de onderdelen zijn gewoon veilig gesteld. Dus verwacht maar dat wij gewoon weer volgend seizoen gaan domineren. Want we hadden genoeg resourcepunten over. Dat had u echt niet verwacht. Rechtsboven in het scherm 22,6k. Dat is goed om te zien. En ja, dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 79. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Gaat daar al niet zo lekker, want we hadden ons wat beremd. De auto draaide niet goed in. Goed verhaal. Geen probleem allemaal. Nu is het gewoon doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. En ik ben benieuwd wat Max Verstappen op dit circuit kan. Ook tijdens de race belooft dit een spektakel te gaan worden, want er is regen voorspeld. Dus dat wordt een leuke race. Rini, dankjewel. Russell zet de snelste tijd neer en wij komen aan bij start-finish. En dan laten wij zometeen een tijd noteren. Hopelijk is die al gelijk goed voor Q2. Dat we daar gelijk naartoe kunnen gaan skippen. En het is de snelste tijd met een 1.18.279. Jazeker. Inmiddels aanbeland bij Q2 denk ik. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok. Of zeg ik dat helemaal verkeerd? Ik zeg het helemaal verkeerd. We zijn inmiddels doorwezen tot een P7 in Q1. Dus ja, dat betekent nog een keer naar buiten. En daar ietsjes te wijd. En pakken een track limit waarschuwing. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Missen daar de apex bij die bocht. En daar weer ietsjes te wijd. Weer een track limit waarschuwing. Geen probleem inzetten. Groen in sector 1. Paars in sector 2. Daar weer te wijd. En nemen daar net niet een schuimbord mee. Mogen van geluk spreken. Ongeveer 1,5 minuut nog op de klok. En wij laten dit keer een tweede tijd noteren op 16e van Alexander Albon. 1.17.660. En dan zijn we aanbeland bij Q2 met ongeveer 2 minuten op de klok. Hopelijk is deze ronde goed genoeg voor Q3. Ja, dat weet denk ik iedereen. Goed. Dan is de vraag, waar staat Verstappen? Die is op de baan. Ik denk dat hij als snelste is. En daar hebben wij Dan Ticktum in één keer uit de pitstraat. En die zorgt dat de ronde niet zo lekker begint. Moesten daar een ontwijkingsmanoeuvre doen. En hier laten wij Ticktum niet voorbij. Hebben die ronde afgebroken en gaan er nog een keer kijken of wij nog een keer kunnen gaan pushen. Ticktum zit wel te kijken. En wij laten een 1.24.0 noteren. Gaan die binnenste kant verdedigen. Ticktum kan er niet langs en voelt nattigheid. En krijgen een track limit waarschuwing. 3/10, 4/10 harder dan onze eigen tijd. Zetten groen in sector 1 en 2 neer. 6 seconden al onder onze eigen tijd. Dat is een vertekend beeld. En wij laten een 1.17.935 noteren. Is dat genoeg voor Q3? Zeker niet. Een 11e positie.
Max Verstappen naar de snelste tijd. Carlos Sainz 2, Alexander Albon 3. Wij dus komen tekort op een 11e positie. Het is wat het is. Op naar de race voor aflevering nummer 79 hier in Portugal. Daar gaan we dan. Welcome along then to Portimão, one of the busiest towns in the Algarve and a breathtaking destination that brings tourists from all around the world to the shores of southern Portugal. Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship, and with a circuit this wide, we could be in for a lot of exciting wheel-to-wheel action today. A lap of Portimão is 2.9 miles long and is made up of 15 turns, 9 right-handers and 6 left-handers. It's been described as a roller coaster with a lot of elevation changes, and there's more than one blind summit. And the conditions today aren't going to make visibility any better, so the drivers are going to have to be on the ball if we're to avoid a safety car here today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, just edging out Alex Albon, who will start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Sainz, Lando Norris and Gasly, Ocon, Perez, Fernando Alonso and Yuki Tsunoda, the Professor, Russell, Nicholas Latifi and Schwartzman, Joe, Oscar Piastri, Lance Stroll and Mick Schumacher, Magnussen, Tictum, Richard Vachon, they've taken a grid penalty, and Teo Pourchaire. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Not one of the easiest days to go racing. It's damp, it's slippery, there's dark clouds as far as the eye can see. The rain is here then, and that's going to take away a lot of the grip, Anthony Davidson, and make turn one very interesting indeed. Yes, it's these kind of conditions where you can go in with one of two mindsets. You can either see it as an opportunity, or you're worried that all your hard work is going to be undone. We've been stuck with these conditions for, well, a few hours now, at more or less this level of intensity. But we don't have too much standing water. We're not going to be starting behind the safety car. So, like you say, the charge down to turn one will be quite interesting. I think we're in for a cracking Grand Prix. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Er komt droger weer aan tegen het einde van de wedstrijd. Nemen wat minder brandstof mee, want ik denk dat we hiermee wel voldoende over beschikken vanwege dat droge gedeelte. Wat eraan zit te komen, want de lucht, ja, het is helemaal niet grijs. Het is gewoon licht bewolkt met een paar druppels regen. De baan is gewoon eigenlijk in principe nat. En die baan moet worden droog gereden tijdens de wedstrijd. De formatieronde is dus van start gegaan. En kijken of wij ook goed weg kunnen komen tijdens de startprocedure. Alles op temperatuur brengen, voornamelijk die remmen. Want de banden en de remmen ook koelen tijdens de regen enorm af. Dus ja, dan weet je het wel. Goed, Verstappen op pole position. Wij dus op een P11 komen. Keurig in de gridslot terecht, 0,2 meter er vanaf, maar op het randje. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 79 hier in Portugal. De ene laatste race van seizoen 5 gaat beginnen. De lampen gaan aan voor de grote prijs. Met Max Verstappen op pole position. Wij op P11 en de lampen zijn uit. En we zijn onderweg. En komen prima weg. Beter dan Tsunoda, beter dan Alonso. Perez is ook al hier misschien gezien. Gasly hier aan de binnenkant. Jazeker, maken een dive bomb naar 4 rijders, denk ik. En dat is P6. Sainz en Norris hier zij aan zij. Wij zien dat gaan. Hier Sainz en Leclerc aanvallen. Jazeker, is gelukt. En het is P4. Ik heb daar per ongeluk Sainz aan. Die gaat een klein beetje wijd. En dat is al P3. Jazeker, een uitstekende eerste ronde tot nu toe. Maken een dive bomb naar Albon. Schieten niet al te wijd door. En dat hebben wij goed gedaan. Zo hebben wij P2 in handen. Jazeker, goed gedaan. Max Verstappen is de volgende. Het gat is 1.3. In ronde nummer 4 zijn we aanbeland als we daar Verstappen hebben. Voor de eerste positie laten een 1.26.1.28 noteren als snelste raceronde. En gaan het hier proberen. Via de buitenkant meer snelheid meenemen. Betere exit. Jazeker, en Verstappen is daar gezien. Goed gedaan.
prima inhaalactie op Verstappen. En zo hebben wij P1 in handen. Albon op 3, Sainz op 4, Leclerc op 5. Verstappen zit wel terug aan te vallen. Aan de buitenkant, lukt niet. Daar is geen ruimte. Maar we hebben het wel lastig. Nog een aantal minuten van deze lichte regen, zegt Mark. Dus de baan wordt droger en droger. En zometeen kan Verstappen hier aanvallen. Dat is 15e, minder dan 15e. Wordt inmiddels 14e. Ga daar een klein beetje wijd en Max zit daar aan te vallen voor de leiding in ronde nummer 5. Wij gaan die binnenkant verdedigen. Hij is er voorbij, maar wij geven niet op en duwen hem daar mooi wijd. Leuk gevecht voor de leiding in de vijfde ronde van de race. We moeten dit trouwens niet al te veel doen, omdat Alexander Albon dan naar ons kan toerijden en dat willen we gewoon niet. Max gebruiken als buffer. Zodat Albon en de rest er niet naartoe kunnen rijden. Ronde nummer 7, begin ronde nummer 8 zitten wij. Als Max daar zit voor een aanval aan de buitenkant. En is er voorbij, maar wij remmen gewoon mee. En duwen Max daar een beetje wijd. En Albon profiteert. Alexander Albon naar de tweede positie. Dit is eigenlijk niet wat ik wou. Maar goed, het is wat het is. Nu moet Max Verstappen zich zien terug te knokken voor P2. Sainz en Leclerc daar ook niet al te ver achter. Nog steeds een prima race tot nu toe. Ronde nummer 9 is het als we daar Alexander Albon hebben. En die valt ons aan voor P1. Kijk naar de binnenkant. Daar is geen ruimte. Wordt een beetje op dat broodje geduwd door ons. En zo behouden wij de leiding. En Verstappen doet precies hetzelfde wat Albon bij hem deed. Max naar P2. Jazeker. Goed gedaan van de landgenoot. Nu zien vol te houden in de wedstrijd. Noteren rood in sector 1. 1.7 is het gat naar Verstappen. Ronde nummer 17 is het. Als Verstappen zich hier kan voorbereiden voor een aanval. Want wij maken daar een klein foutje en gaan daar verdedigen. Maar dat lukt niet. Max is er voorbij. Heeft ons wat geraakt. Albon kan ook kijken. En wij kijken naar de buitenkant. Maar dat is een touché. Verstappen heeft ons geraakt. Of wij hebben Max geraakt. Dat kan ook. Maar Verstappen heeft een voorvleugel wat beschadigd en moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Een aanvaring met ons. Ronde nummer 18 is het alweer, dus ja, het schiet al aardig op. Albon op P2. Kan er niet aanvallen. Max op P3 met een kapotte voorvleugel. En niet al te ver voor ons rijdt een achterblijver. Ik denk Robert Schwartzman. Hier kan Albon even helemaal niks. De regen is verdwenen. En Max duikt naar binnen voor een nieuwe neus. Albon doet daar een aanval naar de buitenkant. Maar dat lukt sowieso niet. En de baan begint droger en droger te worden. Perez met de snelste raceronde met een 1.25 zoveel. Je kan zien dat de baan droger is omdat er donkere plekken beginnen te ontstaan. De regen is weg aan het trekken. Albon zit eraan te komen voor de leiding. Hier aan de binnenkant lukt niet. Er wordt volledig die curbstone opgeduwd. En de mediumband is de volgende band. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitten van de dag. Ik wil nu van deze intermediate af. Norris noteert even de snelste raceronde. En gaat langer door. Hetzelfde geldt voor Alexander Albon. De beide Ferraris zijn naar binnen gedoken. Een slechte timing voor dat team. Een dubbele pitstop. Dus ja, dat is nogal lastig. En hebben wat tijd verloren. En jazeker, Sainz passeert ons tijdens de pitstops. Max is ook naar binnen gedoken. Voor de mediumband. Zitten in de Ferrari sandwich. Helaas.
Norris en Albon rijden nog voorop. Op versleten Intus moeten dus echt naar binnen. En wij moeten zorgen dat we niet al te lang achter Sainz blijven haken. Herhaling wat er is gebeurd met Verstappen in ronde nummer 17. Wij gaan daar ietsjes te wijd en Max ziet dit. Passeert ons mooi via die binnenkant. Gaat weer terug naar zijn normale lijn. Wij zitten in de slipstream, kijken hier zometeen naar de buitenkant. En het is Verstappen die zelf tegen mijn auto aanrijdt, blokkeert zijn rechte voorband. En daardoor is de voorvleugel beschadigd en moet Max gewoon naar binnen. Twee pitstops in een korte tijd is altijd pijnlijk. En daar zit Sainz voor P3. En is hij niet langs. Norris en Albon zijn ons voorbij gestoken tijdens de pitstops. Maar daar vallen wij mooi Norris aan. Jazeker, voor P2. Goed gedaan. En nu op naar Alexander Albon. Rijdt op een versere set medium banden. De regen is nog niet echt verdwenen. Het druppelt nog een klein beetje op de lens. En wij laten paars in sector 1 noteren. Zometeen op dit rechte stuk kunnen we iets gaan proberen bij Alexander Albon. Hebben hier een betere exit en duwen als het ware Albon voorbij. En dat is P1, jazeker, in ronde nummer 21 van de race. En Robert Schwarzman laat even een 1.23.5 noteren. Wij noteren een 1.21.4, jazeker. Albon zit te kijken naar de buitenkant. Maar kan er niet langs. Nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. Regen is helemaal weggetrokken. Goed om te zien. Wat kan Albon hier aan de binnenkant? En wordt weer op dat oranje gedeelte geduwd door ons. Ronde nummer 23. Als we daar een achterblijver hebben. Ik denk dat dat Robert Schwarzman is. In de Alfa Romeo. Jazeker, Schwarzman wordt op een ronde gezet door ons. In ronde nummer 23. Nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. We laten even paars in sector 1 en 2 noteren. Schwarzman houdt ons hierop en weet niet wat je daar aan het doen bent. Raar moment. Maar goed, we zijn er in ieder geval voorbij. Nu weer doorgaan met zo hard mogelijk pushen. Als we kunnen, hebben denk ik voldoende brandstof in onze tank nog dankzij die regen. En wij laten weer de snelste race ronde noteren met een 1.19.4.1.6. Met 3 keer paars over de gehele ronde. Goed gedaan. Dit in ronde nummer 33 alweer. Als we in één keer op low fuel mode rijden. We hebben niet voldoende brandstof meer over. En Albon is op 4.7 gezet. Het kan nog. We kunnen deze race gewoon winnen. Als we proberen lift en coast in te schakelen. Oftewel eerder van je gas. Zodat er wat brandstof bij kan komen. En niet zo agressief op het gas. Zodat er minder brandstof wordt verspild. Maar ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Daar hebben wij nog eventjes Richard Verschoor. Onze oude teamgenoot van seizoen 2 wordt op een ronde gezet. En de low fuel mode. Dat doet er niet toe. Want wij gaan hier gewoon de wedstrijd winnen. In Portugal winnen de ene laatste ronde van het kampioenschap. Pakken dat snelste racerondepunt erbij. Goed gedaan. Jammer van Max. Helaas. Maar goed, niks aan te doen. Op naar de volgende wedstrijd. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. Nathalie Pinkham. How do you think they were able to set themselves apart today? Well, when you overtake that many people, I'd certainly hope you'd win the race. Their car was really effective in the slipstream today, and the team will be pleased that they didn't cook the engine, given how long they were spending in the hot air behind other cars. They had a lot of confidence to push their tyres hard, especially going into the corners, which allowed for some late braking and some exciting passes. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race.
Nou, hier waren dus de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben dus de grote prijs van Portugal. En pakken dat snel zijn regelpunt. Jazeker, Albon naar P2, Sainz 3, Norris 4, Leclerc 5, Perez 6, Ocon 7, Tsunoda 8, Alonso 9 en Russell 10. Max Verstappen helaas op P11. Opvallend, Max vertrok van pole en werd 11e, wij vertrokken vanaf 11e en pakten de winst. En ja, het is eigenlijk al beslist, al lang, want beide kampioenschappen zijn gewoon van ons. Dus ja, nu nog maar hopen dat Max P2 kan veiligstellen. Rivaliteit breekt down met mezelf en Charles Leclerc. 27 tegenover 15. Team acclaim is gewoon goed, zoals het hoort. Niks meer aan veranderen, zou ik zeggen. En dan is het na deze race nog één ronde en dan zit seizoen 5 er alweer op. $1,56 miljoen erbij geschreven dankzij de sponsoren. Max heeft schade gereden, 10k misgelopen. In totaal op de bank $25,7 miljoen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me wat je leuk vond. Dan trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Criminal content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Jinan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Max, why have you had so many accidents? I don't know.